Vanuit de gemeente waren er vele opmerkingen binnengekomen, vele ergernissen over die flitspaal die al zoveel mensen een bekeuring bezorgd heeft. Arjen Maathuis zelf was ook een van de mensen die heel erg blij is dat deze flitspaal nu wordt aangekondigd door het Matrixbord. Hij was ook des te meer content dat hij het zelf mocht onthullen. Het is een bord waarop duidelijk te zien is of iemand te hard rijdt of te zacht rijdt. Een waarschuwingsbord dus. Het is onthuld door de wethouder Arjen Maathuis. Met dit bord hopen ze dat de bezoekers die in Almelo komen en niets vermoedend de stad uitrijden, toch niet de flitspaal tegenkomen die 100 meter verderop geplaatst is. Deze flitspaal die is al jarenlang bekend als een grote melkkoe, een grote geldinhaler. En dat geld gaat altijd naar het Rijk. En daar krijgt Almelo niets van mee en zo blijft het.